Gisteren zijn we begonnen met een reeks van filmpjes over bruinkleuring. Voeding, welke gedurende de bereiding van deze voeding een bruine kleur heeft verkregen. Wat is de invloed van deze voeding op je gezondheid? Daarover hebben we deze dagen. Gisteren hebben we de invloed hiervan besproken op je spijsvertering. Vandaag gaan we de invloed van voeding welke een bruinkleuringsreactie heeft doorgemaakt op je stofwisseling en hormoonbalans bespreken. En morgen gaan we dan nog het effect van dit soort voeding, voeding welke gedurende bereiding een bruine kleur heeft verkregen, op je lichaamsvetpercentage en lichaamsvetverdeling bespreken. Tegenwoordig is al onbekend dat koekjes en dergelijke met een heerlijke geur, een heerlijke kleur, dat die niet gezond zijn. Want die koekjes, die zitten boordevol dierlijk vet, van bijvoorbeeld roomboter, geraffineerde suikers in de vorm van kristalsuiker of glucose-fructose-stroop. En al die stoffen samen, die zijn toch echt niet gezond. Voedzame stoffen, vitamines en mineralen, kun je die in koekjes weer vinden? Nou, over het algemeen niet. Dat weten we. Maar toch zijn heel veel mensen echt wel zoete kauwen. Heel veel mensen tegenwoordig kennen wel mensen die, wanneer ze een gezin hebben, hun kinderen absoluut nooit een koekje voorzetten. En ook nooit een keer op een vrije zaterdag of woensdagmiddag met hun kinderen in de keuken staan koekjes te bakken of een cake te bakken. Maar als jij iemand bent die daar zulke fijne herinneringen uit haalt en zelf een zoetekauw bent, dan zul je vast wel, ook al besef je dat koekjes niet zo gezond zijn, af en toe koekjes in huis halen voor je kinderen uit school, met je kinderen een koekje willen eten. Een keer op een woensdagmiddag of zaterdagmiddag zelf met je kinderen koekjes bakken. Heel veel mensen, ondanks dat ze beseffen dat koekjes niet zo gezond zijn, heel veel belastende stoffen, geraffineerde suikers en dierlijke vetten bevatten, zullen dit af en toe toch eten. Maar dan is er een hele beweging gaande van foodies met hun websites en receptenboeken. Foodies welke van natuurlijke voedzame ingrediënten, zoals amandelen en amandelmeel, fruit en gedroogd fruit, gepureerd fruit, natuurlijke suikers, onverhitte suikers uit koud geslingerde honing of agavestroop, rauwe cacao. Mensen die daaruit de prachtigste koekjes, muffin, cakes kunnen bakken. Nou, en wat wil je nog meer? Want je gezondheid, dat vind je wel heel erg belangrijk. Maar toch, die gewoonte van een koekje af en toe bij de koffie, met je vriendinnen in de stad eventjes een koekje ergens bijnemen, of op een visite iemand een koekje aanbieden, met je kinderen na schooltijd de dag doornemen met een koekje erbij, of op een woensdagmiddag of zaterdagmiddag met je kinderen koekjes maken, welke ze dan gezellig samen op kunnen peuzelen. Ja, dat wil je toch echt wel. Die dubbele laag van een schuldgevoel als moeder zijnde dat je ze hen dan wel gezond of slechte voeding aanleert, die kun je nu doorbreken, denk je. Want met deze recepten die je op die websites hebt gevonden en in de receptenboeken leest, recepten met gedroogd fruit, havermout, amandelmeel en geen boter meer, maar kokosolie. Die recepten, die ga je maken. En het valt je heel erg mee, want je denkt dat die helemaal niet zo lekker zullen zijn. Want gezonde voeding is over het algemeen toch niet lekker. Maar waar kom je achter? Die baksels, die muffins, die cakes, die koekjes van gezonde ingrediënten, die vind je heerlijk. Deze dagen komen we er echter achter dat voeding, wanneer je deze verhit, ook al zijnde ingrediënten, wanneer je die rauw en onbewerkt inkoopt, zoals noten, notenmeel, fruit, gedroogd fruit, rauwe cacao, koud geslingerde honing, ook al zijn die, wanneer je die rauw en koud nuttigt, heel voedzaam en kunnen ze het lichaam essentiële bouwstoffen verschaffen welke nodig zijn om je stofwisseling optimaal te houden en je hormonen in balans te houden. We weten en leren niet dat na verhitting, gedurende verhitting,
En dat uitzicht dan in een bruine kleur die ontstaat in vele aroma's die vrijkomen. We weten niet dat gedurende verhitting van fruit, gedroogd fruit, zetmeelrijke knolgewassen, granen, dat gedurende, en eiwitten, gedurende de eiwitten in noten, de vetten in noten, gedurende verhitting vinden er allemaal biochemische reacties plaats. Bruinkleuringsreacties. Reacties zoals de Maillard-reactie, waarbij aminozuren komen te versuikeren wanneer ze verhit worden samen met suiker. Fruitsuiker bijvoorbeeld uit gedroogd fruit, uit gepureerd fruit. Dus wanneer je een appel-havermoutmuffin of een appel-amandel brood gaat bakken, dan vindt glycatie van de eiwitten plaats. Ook kan bij een hoge verhitting, boven zo'n 190 graden Celsius, fruitsuiker, dus een combinatie van fructose en glucose, kan gesplitst worden en kan karamellisatie ontstaan, waarna de Maillard-reactie tussen suikers en eiwitten veel makkelijker kan plaatsvinden. Acrylamides, toxische stoffen kunnen ontstaan. Dat alles vindt plaats gedurende verhitting van hele mooie ingrediënten. Met als gevolg dat voeding, baksels, muffins, cakes en koekjes van hele voedzame ingrediënten na bereiding vele belastende stoffen bevatten. Vele voedingsstoffen bevatten die niet meer intact zijn. Welk effect heeft dat op je gezondheid? Welk effect heeft dat op je stofwisseling en hormoonbalans? Stofwisselingsprocessen in de cellen van je lijf bestaan uit afbraakprocessen en opbouwende herstellende processen. Deze processen worden uitgevoerd door stofwisselingsenzymen. Stofwisselingsenzymen kunnen enkel functioneren bij een lichtbasische, niet-zure zuurtegraad in je lijf. Je cellen kunnen alleen maar deze processen uitvoeren wanneer ze geprikkeld worden door hormonen. Je hebt hormonen, katabole hormonen die afbraakprocessen stimuleren en je hebt anabole hormonen die opbouwende herstelprocessen stimuleren. Enkel wanneer beide hormonen afwisselend geproduceerd worden, dan kunnen afbrekende en herstellende processen afwisselend plaatsvinden in je cellen en vindt na afbraak in je cellen ook regelmatig wel herstel plaats. En kan een optimale zuurtegraad in je cellen behouden blijven en kan een optimale stofwisseling in je lijf behouden blijven. Kan dit behouden blijven, een goede hormoonbalans en een optimale stofwisseling in je lijf en een dus optimale zuurtegraad in je lijf en herstel na afbraak wanneer je regelmatig koekjes, baksels, muffins consumeert? Welke een bruine kleur hebben verkregen? Welke een bruinkleuringsreactie hebben doorgemaakt? Nee. Deze voeding heeft namelijk tekorten in vocht, heeft tekorten in intacte bouwstoffen, welke nodig zijn om een optimale lichtbasische zuurtegraad in je lijf te kunnen behouden, hormoonbalans te kunnen behouden, dus na afbraak ook wel opbouw, dus een afwisselende productie van anabole en katabole hormonen en om de productie van stresshormonen te voorkomen die de stofwisseling in je lijf beperken door een verhoogde zuurtegraad. Voeding welke een bruinkleuringsreactie heeft doorgemaakt, kan een optimale stofwisseling verstoren. Een goede hormoonbalans in je lijf verstoren. Deze voeding kun je dus absoluut niet gezond noemen. Ben jij dan ook regelmatig baksels aan het vormen van gedroogd fruit, gepureerd fruit met granen zoals havermout, amandelmeel, eieren, kokosolie en cacao gecombineerd, maar ga je die allemaal gezamenlijk verhitten, toch wel boven de 190 graden over het algemeen, dan kan karamellisatie en de Maillard-reactie kunnen plaatsvinden, kunnen aminozuren gaan versuikeren, kunnen acrylamides ontstaan, gaan suikers kapot, gaan eiwitten kapot en kan er een vocht- en voedingsstoffentekort in je lijf ontstaan, een verhoogde zuurtegraad in je lijf ontstaan en helaas, dan raakt je hormoonbalans verstoord na de consumptie van deze koekjes en dan raakt ook de stofwisseling in je lijf beperkt door stresshormonen na consumptie van deze koekjes. Kan je deze gezond noemen? Nee.
Denk jij dat je gezond bezig bent middels de consumptie van deze koekjes? En zet je deze ook mensen voor die op hun gezondheid willen letten en zeg je: eet dat maar, want dit kan wel, want dit is gezond, want het is op basis van enkel gezonde ingrediënten, zit er geen glucosestroop in roomboter en dergelijke in? Helaas, vandaag leer je meer.